Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er ligt een dik pakket bewolking boven ons land. Althans, het is een uitgestrekt pakket met af en toe een gaatje voor de zon. En die gaatjes voor de zon worden geleidelijk aan groter. Dat betekent dat we vanochtend de zon af en toe zien schijnen. Er kan lokaal een licht buitje vallen, maar het stelt niet veel voor. En vanochtend loopt het kwik op naar een graad of 7. Vanmiddag komt daar nog wel wat bij. Dan wordt het 9 graden in het noorden van het land op de Wadden 8 en in het binnenland 10 of 11 graden. De wind is meest matig uit het westen tot noordwesten. En de zon die schijnt van tijd tot tijd. In de avond neemt het aantal opklaringen van het noorden uit flink toe en in de nacht is het vaak helder en kan het in het binnenland zelfs 1 of 2 graden vriezen, waarna het kwik morgen oploopt naar 12 tot 15 graden. De zon schijnt geregeld, er ontstaan wat stapelwolken. Het blijft droog en de wind is zuid tot zuidoost en meest zwak tot matig. Voor zondag staat een matige zuidoostenwind op het programma. Dan is het zon en wordt het 17 tot 20 graden. Volop lenteweer dus. Met maandag een enkele bui in de loop van de dag. Nog steeds hoge temperaturen en dat geldt eigenlijk ook voor de dinsdag. De zon schijnt regelmatig, het is lente. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.